Alle kleuren die je van hier Oezbekistan. Omstandigheden hebben we lekker getraind en denk ik een mooie stap gezet voor een fantastische tweede seizoenshelft. Maar daarvoor sta ik hier eigenlijk niet, want ik wil natuurlijk de kartrekker voor het trainingskamp eventjes naar voren hebben en bedanken namens de spelersgroep. Want ik denk dat zonder Peter Klarenbeek het trainingskamp niet zo had kunnen zijn als dat het was. Dus Peter, kom even naar voren. Een applaus is zeker op zijn plaats. Wat geef je een man die alles al heeft eigenlijk? We hebben het aan jouw liefdallige vrouw gevraagd. En we hebben een mooi presentje op het vliegveld gekocht. Pak het maar uit, zit in een mooie plastic zak. Lekker man, hè. Ik zal ervan genieten. Dat weet je nog niet, dat is lekker. Wil je nog wat zeggen? Ja, misschien wel. Nee, ik heb het niet gedaan deze week. Nou, ik heb weinig gezegd natuurlijk deze week. Nee jongens, ik heb het met heel veel plezier gedaan. En ik denk, net wat Luut zegt, het is een mooie stap voor de tweede seizoenshelft. Ik verwacht eigenlijk maar twee dingen. Eén, dat het tweede gewoon doorgaat zoals er de dingen in zijn gegaan. Hè? Dus gewoon... hopelijk misschien nog met een mooie prijs. Ja, en van één, ik wil gewoon 14 mei in die sloot leggen. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik van jullie terug verwacht. Ja? Dankjewel. Ik ben sowieso aan de sloot in. Ik heb dadelijk ook gewoon de sloot in, toch? Ja. En ik zal ervan genieten, mannen. Dankjewel. Dankjewel. Dan heb je dat. Ik heb